Oude Dienst heeft eerst een besloten gedeelte. En daarna zullen karateka's over de hele wereld hier naartoe komen. Om onze Loek, onze Xian, de laatste eer te bewijzen. Gedurende zijn hele leven heeft hij zich voor ons ingezet. Om ons het karate te geven. En nu is het onze beurt om hem te laten zien dat we dat enorm waarderen. En dat we hem nooit zullen vergeten. We hoeven niet te vertellen hoe mensen zich moeten gedragen. Ze doen het uit zichzelf. Ze buigen uit zichzelf, ze zijn uit zichzelf stil. Ze doen geen gekke dingen, ze respecteren elkaar. Ze laten mensen die langer karate doen dan zij zelf, laten ze voorgaan. En ze zeggen oes. En oes is een heel belangrijk begrip binnen de karatewereld. Oes is eigenlijk allesomvattend. Het heeft eigenlijk alles in zich van het ja zeggen tot en met inderdaad laten zien van ik respecteer jou. Ik heb bewondering voor jou en dank je wel dat ik veel van je geleerd heb. De erehaag die is opgesteld om Loek uit te geleiden, om hem te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Daar hebben we samen met Adriana, zijn vrouw, besloten om daar gewoon een minuut stilte te hebben met elkaar. En toen hebben we gekozen om de stilte te verbreken door een bepaalde karateoefening te doen. En dat is de oefening die Loek altijd op het eind van zijn eigen zomerkampen deed. Dan zette hij de mensen neer en dan liet hij ze 10 keer stoten met een hele harde schreeuw. En dat hebben we nu ook gedaan. En dan is het finish.